Vanijs, we staan hier in Diegem, de kerstperiode, ondertussen al een paar cross achter de rug. Hoe evalueer jij de prestaties van jouw ploeg? Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Vond het jammer dat Joris uiteindelijk in Gaveren die lekker band nog had, want ik had hem echt graag in de duel zien gaan tot op de finish met Tom Pidcock. Maar ook gisteren in Zolder staan we weer op het podium. Ik vind ook dat ze het heel goed gedaan hebben in Antwerpen. Dus ja, ik ben absoluut tevreden, ook bij de dames. Lucinda, die het heel goed doet. Alleen ja, missen we jammer genoeg Shirin en daar had ik heel veel van verwacht. Die was conditioneel denk ik klaar, maar die breekt haar rib net voor de cross in Mol. Heeft daar nog wel 2 wedstrijden mee gereden, maar de pijn is gewoon niet te harden. En de foto's hebben ook nu duidelijk gemaakt dat er een kwetsuur is. Is daar al een update over? Is er al nieuws over haar herstel? Hoe lang gaat dat duren? Maar een gebroken rib, dus dat gaat wel een tijdje duren voordat dat volledig hersteld is. En ik laat het nu aan de medische staf over om te kijken wat kan daarmee. Ze kan daarmee fietsen, maar we moeten natuurlijk wel zien dat de risico's niet zodanig groot zijn dat als ze valt dat er ernstige schade is. En ik kan daar geen antwoord op geven, dus voorlopig hebben we de wedstrijden geschrapt. Ze heeft ambitie om heel snel in competitie te komen. Maar dat is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Dus ik ga dat nu even de tijd geven en aan de juiste mensen overlaten. Terug naar de mannen toe. Jullie tactiek om de juiste cross uit te pikken voor de juiste mensen lijkt wel echt te werken. Ja, er is goed over nagedacht. Omdat we toch ook wel zien dat de kalender zo druk is en dat het eigenlijk bijna niet meer haalbaar is. De enige uitzondering op de regel momenteel nog altijd is Eli Iserbyt. Die blijft het heel goed doen. En chapeau wat hij doet. Maar we hebben dat risico niet willen aangaan in de hoop dat we gewoon ook straks in januari nog wel mannen hebben die fris genoeg zijn om ook daar nog op het podium te staan. En dat pakt voorlopig heel goed uit. In alle wedstrijden doen we wel mee. En we wisten ook dat er een periode ging aankomen waar Wout, Mathieu en Pidcock gingen terugkomen. We hebben ook goed gescoord daarvoor. En we blijven wel regelmatig aanleunen tegen dat podium. En dat is uiteindelijk onze doelstelling geweest en dat lukt heel goed. Thibaut zei me net dat hij nog altijd heel hongerig is. Wat verwacht jij nog van hem dit seizoen? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dat wil ik ook heel graag horen. Hè? Hoe ambitieus is hij? Heeft hij er zin in? Dat is vaak toch ook wel een signaal van frisheid, fysiek en mentaal. En die is er gewoon. Dat zie je. Hij straalt plezier uit. Dus ik denk dat het opeenvolging van wedstrijden hem nu goed gaan doen. En dat gaat een keer goed zijn, dat gaat een keer minder goed zijn. Ik denk dat in Antwerpen hij qua plaatsen iets meer verdiende. En in Gaveren zat hij op zijn plaats. Dus wat gaat dat vandaag zijn? Dat kan beter zijn. Dat is in de kerstperiode sowieso wel wat onvoorspelbaar. Maar ja, ik zie hem wel evolueren nog. En ik denk dat hij wel klaar zal zijn om straks in januari optimaal te presteren. En wat dat zal zijn, ja, dat kan niemand voorspellen. Hè. Er is momenteel die strijd tussen Wout en Mathieu Pidcock. Hoe heb jij daar naar gekeken als specialist, als ervaringsdeskundige? Ja, indrukwekkend wat Mathieu van der Poel doet. Stak er echt mijlenver bovenuit. En Wout, die dat heel goed wist waar hij aan begon. En ook wel heel goed beseft en zijn lichaam ook goed kent dat hij kan groeien in die kerstperiode. Ik heb hem voor de eerste keer echt moeite zien doen in Gaveren om proberen de kloof zo klein mogelijk te maken. Het was nog niet haalbaar, maar hij groeit wel. En in die wedstrijden daarvoor heeft hij gewoon zijn eigen ding gedaan, afgewacht, opbouwend, gekoerst. Dus ik verwacht een van de komende dagen wel een keer dat ze veel korter bij elkaar gaan aanleunen. En ik denk dat dat ook de doelstelling van Wout gaat zijn. Hij is met een andere mindset naar het crossseizoen gekomen. Maar hij wil graag natuurlijk het beste van zichzelf geven. En je ziet hem evolueren. Dus dat is heel mooi. En iedereen wacht ook op die een echte strijd tot op de finish. En Pidcock, ik denk een beetje vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Mee dominant zijn op zijn parcoursen. Diegem is daar waarschijnlijk ook eentje van. Gaveren ook. Alleen ja, als je natuurlijk je start mist of komt daar van alles tegen. Ja, en dan is de betere renner natuurlijk sowieso al gaan vliegen. Ja, Diegem, dus eentje daarvan. Baal, denk ik dat het duel tussen Wout en Mathieu wel eens zou kunnen uitgespeeld worden. En dan krijgen we weer zandcrossen met Kokzijde. Ja, dat is een van de laatste dan, hè. Dus het gaat ook weer heel snel. Laatste vraag. Hoe mooi is het dat Wout en Mathieu aan het start zijn in jouw Baal? Ja, dat is fantastisch. Ik bedoel, er gaat sowieso altijd wel de traditionele supporters van de cross in Baal naartoe komen. Maar het geeft een extra boost voor die wedstrijd als ook Wout en Mathieu daar zijn. Het is misschien uniek en misschien maken we dat ook nooit meer mee. Dat weten we niet. Dat is aan de jongens om daar een keuze in te maken. Maar ik ben wel blij dat ze die dit jaar wel gemaakt hebben. En laten we daar ook optimaal van genieten. Want het is iets wat we misschien de komende jaren nooit weer gaan meemaken. Dank je.